your information. Bent u ervan op de hoogte dat er 5 stappen zijn die u kunt helpen bij een woningbrand? Dit stappenplan zet u uit zodat u voorbereid bent in geval van brand. Stap 1. Maak een vluchtplan. Bekijk via welke routes je jouw woning in geval van brand veilig kunt verlaten. Stap 2. Hou de vluchtroutes vrij. Haal grote obstakels in verkeersruimten zoals gang en overloop weg en zorg ook dat je deuren en ramen goed bereikbaar zijn en blijven. Stap 3. Heb een vaste plek voor je huissleutels. Het is altijd handig een vaste plek te hebben voor het zetten van de huissleutels. Zo weet iedere bewoner waar ze zijn en kan er in geval van brand snel gehandeld worden. Stap 4. Zorg voor een goede flashlight of elektrische lamp dicht bij de slaapplek. In een donkere omgeving is het altijd handig een lampje of flashlight bij de hand te hebben. Licht is er zeker nodig voor bijvoorbeeld het halen van de sleutels. Ook kan het zo zijn dat de stroomtoevoer wordt onderbroken door de brand. Stap 5. Hang rookmelders op. Rookmelders gaan af op het moment dat die in contact komen met rook. Bij brand gaan ze af en kun je gewekt of gealarmeerd worden. Bent u ervan op de hoogte dat goed voorbereid zijn op brand de kans van overleving kan bepalen bij het daadwerkelijk uitbreken daarvan? Volgt u alle informatieberichten van het Korps Brandweer Suriname.